Het is dinsdag 9 september. Vandaag begint onze rondreis door Centraal Californië. We nemen de Californian State Route 1, die een van de mooiste kustroutes is ter wereld en die daarom de eretitel All American Highway heeft gekregen. We gaan in noordelijke richting en komen langs Morro Bay, waar een wonderlijke steenklomp voor het strand ligt. Onze eerste bestemming is San Simeon, waar we Hearst Castle willen bezoeken. Hearst Castle is het optrekje van William Randolph Hearst, een kranten- en mediamagnaat die leefde van 1863 tot 1951 en die zoveel geld verdiende met zijn mediabedrijven dat hij als antiek- en kunstverzamelaar met allerlei in Europa opgekochte antieke materialen een nieuw paleis liet bouwen bovenop een heuveltop aan de Californische kust. De bouw begon in 1919 en de architect was Julia Morgan. Het complex kent drie kleinere gastverblijven, Casa del Sol, Casa del Monte en Casa del Mar, zo genoemd naar het uitzicht van ieder van hen, en één hoofdgebouw, het Casa Grande. 6 jaar na zijn dood schonk de Hearst-vennootschap het complex aan de staat Californië. Het is inmiddels een van de belangrijkste monumenten in de Verenigde Staten. Na in het theater een inleidende filmvoorstelling te hebben gezien, werden we met de bus naar boven gebracht en begon onze experience tour. De rondleiding begint bij het terras aan de westkant. Het indrukwekkende Neptunus-zwembad, gebouwd in een Grieks-Romeinse gemengde stijl. Gastenkamer in het Casa del Sol. Casa Grande. De Assembly Room, de enorme ruimte waar de gasten elkaar konden ontmoeten. De eetzaal, uitgerust met 16e eeuws Frans-Vlaamse gobelins, 14e eeuwse Spaanse koorbanken, Engels zilver en nog veel en veel meer. Voor de ontspanning van bewoners en gasten waren er een biljartzaal en een filmtheater. Het op het mausoleum Galla Placidia in Ravenna geïnspireerde Romeinse zwembad. Na het bezoek aan Hearst Castle gingen we naar ons hotel, de St. Simeon Lodge. We liepen nog even over het naastgelegen strand.
werkt in het reisverslag nog even bij. En we zochten vervolgens het vriendelijke plaatsje Cambria, met in Engelse stijl gebouwde huizen. Bij Moustache Pete hebben we vervolgens nog lekker gegeten. Na het vertrek uit St. Simeon volgt het mooiste deel van de route. We zijn nu in het dun bevolkte, maar mooie Big Sur. We passeren de dubbelbogige Big Creek Bridge. Een Blue Jay, een Amerikaanse extrasoort, verwelkomt ons in het Julia Pfeiffer Burns State Park. Dit vinden we een van de mooiste plekken op aarde. Een watervalletje stort zich hier direct op het strand van de Stille Oceaan. Bij de Bixby Creek Bridge uit 1932 pauzeerden we om te genieten van het uitzicht. Dit was vele jaren de grootste enkelvoudige overspanning ter wereld. Het Point Lobos State Reserve, net onder Monterey, was de volgende halte. Hier leven allerlei zeezoogdieren op en tussen de rotsen. De zeeotter is een van de meest zeldzame. Hier groeit de nergens anders groeiende Cupressus macrocarpa, oftewel de Monterey Cypress. De enige boom ter wereld bestand tegen mist en zout spatwater. De bomen worden wel 2000 jaar oud.
Vanaf de rotsen klonk het gebrul van de zeeleeuwen. Vanuit Point Lobos werd vroeger uitgekeken naar de langskomende walvissen, die vervolgens vanuit sloepen met harpoenen bejaagd werden. Even na drieën bereikten we Monterey. Tijd om een hotel op te zoeken. Met de bij Hearst Castle opgepikte coupons konden we nu voordelige aanbiedingen benutten. We maakten een rondwandeling door Monterey en kwamen daarbij langs Californië's eerste theater. De wandeling eindigde op de Fisherman's Wharf. Vroeger de domein van de vissers, nu een steiger met hippe winkeltjes en restaurantjes. Tegen de middag naderen we San Francisco. Het verkeer wordt drukker en plotseling rijden we over de Golden Gate Bridge. Aan de noordkant stoppen we even voor het uitzicht. Jammer genoeg geen tijd voor een bezoek aan San Francisco. Dat moet later maar een keer. We zien het gevangeniseiland Alcatraz, bekend van vele speelfilms. We gaan snel verder, want onze geplande bestemming Mendocino is nog 3,5 uur rijden. We besluiten nog te stoppen bij Handywood State Park, gelegen aan de Navarro rivier. In dit park groeien de Coast Sequoias. Zij zijn de hoogste bomen ter wereld. Zij kunnen wel 115 meter hoog worden. Het is een andere sequoia-soort dan die we later in Yosemite zouden tegenkomen, die meer inlands groeit. Deze worden minder hoog, maar hebben een veel dikkere stam. En gelden dus ook als de grootste bomen ter wereld. Thank you.
Rond 5 uur arriveren we bij Pine Beach Inn tussen Mendocino en Fort Bragg. We bezoeken Mendocino, een dorp vol kunstenaars en hippies zo te zien, volgebouwd met lieflijke vriendelijke huisjes. We wandelen over de rotsen met uitzicht op het dorp. Vervolgens keren we terug naar het motel en gaan lekker eten in Fort Bragg. Na het ontbijt de volgende morgen beginnen we met een wandeling naar de baai naast het hotel. En vervolgens vertrekken we weer zuidwaarts, waar we voor familiebezoek verwacht worden in Sacramento bij Eric en Tasha.